Goed, bij mij staat de heer Cornelie, commissaris van de Koning, moeten we tegenwoordig zeggen. Dat is al te veel even wennen geweest, of niet? Dat klopt, maar ik heb het nu al zo vaak moeten zeggen en moeten aanhoren, dat het bij mij al redelijk went. Maar ik merk dat bij burgers nog heel makkelijk gezegd wordt, commissaris van de Koningin. Ja, dan bent u meer van Maxima dan van Willem-Alexander. Ja, maar we zijn voor het staatshoofd en dat is nog steeds koning Willem-Alexander. Ja. Oké, okay, fijn dat u even wilt bijpraten bij voor Loco TV. U heeft met de gemeenteraad gesproken en u heeft het onder andere over decentralisatie gehad, over jeugdzorg. Nou zal ik het misschien niet helemaal goed begrijpen, want u heeft heel veel ambtelijke taal gebruikt. Maar als u dat in kort kunt weergeven, in het makkelijke Jip en Janneke taal zeg maar, begrijp ik het dan goed dat opschalen noodzakelijk is? Of zegt u van, wat u later ook zegt, van het moet lokaler gebeuren? Ja. Er staan een paar operaties die komen op de gemeente af. Dat betekent dat de taken op het gebied van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeente gaan. Dan heb je hele gespecialiseerde jeugdzorg voor hele specifieke groepen. Dat zal op een wat hoger niveau geregeld moeten worden. Dus op regionaal niveau. Maar je hebt ook lokaal jeugdbeleid, preventief jeugdbeleid, dat wordt veel meer in de wijken op gemeentelijke schaal geregeld. Kortom, daar zoekt men de goede schaal. En voor de andere decentralisaties, dat gaat voor de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, die gaat ook van het Rijk naar de gemeente toe. Dat is net zoiets als de WMO-middelen. Nou, die zijn ook belangrijk en daar zoekt men ook weer een goed schaalniveau voor. En daarvan heb ik gezegd, we moeten niet alleen de regio's versterken, de regio Veluwe of Noordwest-Veluwe, maar we moeten ook de gemeenten versterken. Want het gaat om heel veel geld, meer dan een verdubbeling van het geld wat de gemeenten nu krijgen. En met een behoorlijke korting, omdat het efficiënter kan op lokaal niveau, denkt de regering. Kortom, gemeenten moeten intensief samenwerken of samen gaan. En ik vind dat de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek al een paar jaar bezig zijn en eigenlijk een goed voorbeeld zijn van dat ze onderkennen dat ze die taken allemaal niet meer zelfstandig uit kunnen voeren. Dat moet gezamenlijk. En dat is ook het beste om dat dan onder één bestuur te doen. Ja. Als u zegt één bestuur, dan ziet u dus eigenlijk wel een soort grote fusie voor zich dat Hattem, Heerde en Oldebroek samengaan in de toekomst. Dat hebben de gemeenten zelf aangegeven. En natuurlijk is er nog discussie met de raden over. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met de taken die op de gemeente afkomen nu. En er komen nog hele grote taken op de gemeente af. Veel groter dan dat ze een paar jaar geleden dachten dat er zouden komen. Hè, op het gebied van de jeugd, op het gebied van de participatie. Dus werken, hè, met werklozen die moeten gaan werken. Op het gebied van de AWBZ. Dat zijn hele belangrijke taken die de burgers direct raken. Dat kunnen de huidige gemeenten in de huidige vorm eigenlijk niet meer aan. Daar hebben ze onvoldoende ambtelijke capaciteit voor. Dan moet je dus anders organiseren. Nou, deze drie gemeenten hebben dat in de vroegtijdig stadium onderkend. Maar goed, wij gaan ook als provincie ook met al die andere gemeenten nu in overleg. En ik zou zeggen, het is denk ik heel belangrijk dat die drie gemeenten elkaar goed vasthouden. Want ze horen bij elkaar en misschien komen er nog wel andere partijen bij. Maar dit is in ieder geval een hele goede kern van waaruit die taken georganiseerd kunnen worden. Ja. Maar als ik u goed begrijp, dan zegt u van Hattem, Heerde, Oldebroek, hou elkaar goed vast. Dat doen we dan ook wel. Kunnen deze drie gemeenten die vraagstukken dan in de toekomst wel aan? Want misschien is het wel weer te klein. Nou, we spreken dan over een omvang van ongeveer 50.000 inwoners. Ruim 50.000 inwoners. Dat is een behoorlijke aantal inwoners om daar een goede organisatie op te bouwen. Maar wat ik u net al zei in de antwoord op uw eerste vraag. De jeugdzorg, de ingewikkelde jeugdzorg. Ja, dat zal toch op een veel groter niveau geregeld moeten worden. En dat was vroeger op provinciaal niveau. Nou, dat vond men dat dat naar de gemeente moest. Maar dat zal ongetwijfeld zullen een aantal gemeenten, ook grotere gemeenten, en wellicht op de hele Noord-Veluwe of Veluwe, samen moeten werken om die taken uit te voeren. En daar ga je geen gemeente op bouwen, want dan houden we nog maar een paar gemeenten in heel Nederland over. Als het nou zo is dat gemeenten niet aan bepaalde taken kunnen voldoen, hè? U gaat wekelijks door de provincie heen om een werkbezoek af te leggen. Kunt u dan de minister voorstel doen dat u dan aangeeft dat de bedoeling goed is,
maar dat de gemeente er niet voor klaar zijn en dat u zegt van minister, stelt u het alstublieft nog een paar jaar uit. Is dat een gedachte, een optie? Nou, ik denk het niet, want de gemeenten hebben er zelf om gevraagd om deze taken. Die zijn in het bestuursakkoord een paar jaar geleden vastgelegd. Dus de gemeenten weten, ze hebben er zelf om gevraagd, ze hebben het gekregen en ze moeten zich nu voorbereiden op de goede uitvoering. Dan zal de minister ook zeggen, dan moet u maar een tandje bijzetten, iets harder werken om het klaar te krijgen. En bovendien leven we nu ook in economisch moeilijke tijden. En het zal ook met minder geld moeten kunnen. En dat is allemaal al ingeboekt. Dat wil zeggen dat die efficiëntie, doelmatiger werken met middelen, dat moet ook gerealiseerd worden. En dat kan het beste natuurlijk op lokaal niveau. Wat ik vind wat men hier in Oldebroek doet, en daarvoor wil ik de wethouders zeer prijzen, meer een appel doet op de vitaliteit, op de kracht van alle kernen, op de kracht van mensen in de kernen, om voor elkaar te zorgen, om voor elkaar dingen te regelen en met elkaar dingen te regelen. Dat zal meer in de toekomst moeten gebeuren. Nou heeft u het over Hattem en Heren Oldebroek gehad. Oldebroek wil graag vooruit. Hattem wil ook graag vooruit. Uit de laatste raadsvergaderingen in de Heren is toch wel gebleken dat ze toch even een klein beetje twijfel hebben omtrent de samenwerking. Kan een provincie ook van hogerhand een gemeente aansporen, misschien als ik het er heel zwaar wil aanzetten, dwingen om toch te gaan samenwerken, zeker te gaan fuseren? Ja. Dat laatste kan. Ja, de minister heeft ons die bevoegdheid gegeven. Maar ik denk, omdat de samenwerking hier zo goed is, en misschien dat Heerde iets meer tijd nodig heeft. Nou, die tijd willen we ook nog best wel geven. Maar die tijd willen we ook niet verloren laten gaan. Als dat nou tot maart volgend jaar nodig is, is dat prima. We hebben ook nog een stuurgroep die de hele provincie doorgaat. Die gaat inventariseren wat er allemaal tot stand komt. Maar we moeten wel stapjes vooruit zetten. En ik denk dat wij het ook graag samen met die gemeente die stapjes zetten. Ja, en soms, ja, u ligt al een paar stappen voor als Hattem heer de Oldebroek. Dus dan is het ook niet erg om even een stapje in te houden. Maar ik zou, zeg maar, die positie vooraan zou ik wel proberen vast te houden. Omdat u dan daarmee het stuur in handen hebt. Het stuur in handen hebt wat er hier in deze regio gaat gebeuren. En daar prijs ik u voor. Dat is mooi. Dat zijn allemaal hele mooie woorden. Even over de H2O nog even. Want we hebben ook over afslag gesproken in de raadsvergadering. Ja, het komt er dan niet heel veel duidelijk uit. U had geld gereserveerd, de provincie. En nou heb ik gisteren gehoord dat het 5 miljoen is. Maar ik geloof dat we met 5 miljoen amper een oprit of een afrit kunnen krijgen. Heeft de provincie misschien nog meer in de achterzak zitten voor ons? Want ons voor H2O. Ja, in het kader van de regiocontracten hebben we al veel meer middelen natuurlijk naar deze regio gesluist. Maar kijk, het was de bedoeling dat de gemeente zelf deze ontsluiting zou regelen. Dat hadden we destijds afgesproken. We hebben wel een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het bedrijventerrein. De tijden zijn veranderd. Daarom willen we ook meedenken met de gemeente en willen we ook een handreiking doen. Maar goed, dat wil niet zeggen dat we de hele problematiek over gaan nemen. Het vereist ook prioriteiten stellen, ook van de samenwerkende gemeente ook. En ik denk dat het een heel positief gebaar van de provincie Gelderland is om in ieder geval die 5 miljoen in de voorjaarsnota daarvoor te reserveren. Dat geeft ook aan dat wij onze medewerking willen geven om tot een betere ontsluiting te komen. En wij zijn nu bezig met het overleg, ook met verschillende partijen, om dat te realiseren. Als de staten het goed vinden, als die staten ook dat geld daarvoor beschikbaar stellen, want dat is natuurlijk wel van belang. Ja. Nou zegt u dat wel zo heel mooi, dat de staten belangstelling. Ja, ik stop, sorry. Maar even laatste vraag, maar dan denk ik toch van, ja, we voelen ons hier in het noorden toch soms wel eens een klein beetje wat achtergesteld ten opzichte van Arnhem en Nijmegen. Nou, dat is mooi dat u dat zegt. Want we zijn zo'n grote provincie dat ik was vorige week in Winterswijk. En dan zeggen ze, dat is ook zo ver van Arnhem vandaan. Dat zeggen ze allemaal. Dan voelen we ons wel een beetje achtergesteld. En als ik straks in Neerijn of in Lingewaal kom, dan zeggen ze, dat is zo ver van Arnhem. En het mooie is dat ik steeds in Winterswijk ben,
in Lingewaal ben en ik ben ook hier. Dus de afstand van Arnhem naar hier is net zo groot als van hier naar Arnhem. En de burgemeester heeft zojuist ook in de vergadering gezegd dat we een hele goede samenwerking hebben op bestuurlijk niveau, ook op ambtelijk niveau. Daar hoeven de mensen zich geen zorgen over te maken. De fysieke afstand die is er, maar de afstand tussen mensen, we pakken de telefoon, die is er niet. En feitelijk is die er natuurlijk ook niet. En wij beschouwen dit als een buitengewoon waardevol onderdeel van onze provincie. Niet alleen heel mooi, maar ook ondernemend. En we willen ook eraan bijdragen dat het nog mooier wordt. En dat er meer ruimte komt ook voor ondernemers. Oké, ik wil u hartelijk bedanken voor het interview. Ik wens u heel veel sterkte en wijsheid toe. En ook veel kracht voor de komende week. Dank u wel.